Goedemorgen, ik ben Sjors. En op deze wat mistige ochtend sta ik ergens in Amsterdam-Zuid. Ik ga u nog niet verklappen waar, maar ik ga u wel een fantastische woning laten zien. 6 slaapkamers, 2 grote woonkamers, een grote keuken. Echt eentje die u gezien moet hebben. Gaat u mee? U zult dadelijk zien, het is echt een klassieker. Klassieke indelingen, klassieke afwerkingsstijlen en ook een klassieke entree. Zoals u kunt zien. Ik hoop dat u in ieder geval een kleine indruk heeft van wat u allemaal kunt gaan verwachten. Ik ga de lift pakken. Ik zie u zo direct boven. 3 verdiepingen heb ik achter de voordeur zitten. Ik ga u even een korte tour geven wat u daar allemaal gaat vinden. Het eerste is een slaapkamer aan deze zijde van de woning. Dan gaan we via de ruime hal naar de 2 woonkamers en suite. Zoals u kunt zien, ook hier weer de hoogte aanwezig. Glas- en loodramen zijn aanwezig. En suitekasten zijn aanwezig. Eigenlijk zoals een klassiek huis in Amsterdam behoort te zijn. En waar ik als makelaar zo enthousiast van kan worden. We zitten aan deze kant op het zuiden. Dat betekent normaal gesproken, als het zonnetje zou schijnen, dat we meer dan genoeg licht binnen hebben. Het uitzicht is fenomenaal. We kijken uit op water, op groen. Dat vind je niet heel veel in Amsterdam. Open haard aanwezig. Hoort eigenlijk ook wel bij een klassieke woning. Een grote slaapkamer aan die kant. Toegang naar het balkon. En het mooie is, de woning bevindt zich midden in het blok. Waardoor we goed wegkijken van andere woningen. En gewoon een mooie vrije zichtlijn hebben. Ook aan de achterkant. Dat zou het toch wat zijn. Wakker worden. Dit uitzicht. Dakterrasje. Fenomenaal. Lijkt me toch. Neem ook eventjes mee naar binnen nog. Beneden hadden we al 2 slaapkamers. Dan zou dit dus nummer 3 moeten zijn. Beneden hadden we al een badkamer. Dan is dit dus badkamer nummer 2. Slaapkamer 4. Het huis biedt dus enorm veel mogelijkheden. Grote gezinnen, samengestelde gezinnen. Misschien een au pair meisje. Schoonmoeder. Het kan allemaal mee. Slaapkamer nummer 5. Of een dikke mancave. Ook niet vervelend. Ik weet er inmiddels alles zelf van. En die trap naar boven. Boven nog een slaapkamer. Grote slaapkamer. Derde badkamer. Ruimte voor de wasmachine. Opslagruimte. Het is eigenlijk allemaal aanwezig. Geïnteresseerd? Doet u eens een belletje naar ons. Ik ga u graag rondleiden in de toekomst. Tot snel. Dag.